trainers. Bastiano van Lethal Sports en vandaag ben ik gejoined met trainers van Inca. En vandaag geef ik jullie 5 combinaties met alleen maar directes. De eerste combinatie die we gaan doen is misschien wel de meest voorkomende combinatie. En waarschijnlijk een van de eerste combinaties die je ooit zult doen, is een links-rechts directe. Stappen in met een linker directe en maken hem lang. En nu, wat we doen, trekken de linker directe terug en gaan door met de rechts directe. Dan gaan we dat je de basics al een beetje kent. Stappen in, linker directe, rechts directe. Nou, op naar de volgende combinatie. Dit wordt een combinatie waar je iets meer druk kan zetten. We geven een double jab en dan een rechts directe. Wat we doen, 1, 1, 2. Nou, wat belangrijk is met een double jab rechts directe, als je echt wil pressie geven met die double jab, wil je niet helemaal terugtrekken. Helemaal terugtrekken kan wel, maar het duurt wel langer. Je wilt eigenlijk wat sneller zijn. Dus op één keer, 1, 2, boom, en weer terug in je positie. De volgende combinatie die we gaan maken, is linker directe hoog, rechts directe laag, terug rechts directe hoog. We gaan links hoog, om een beetje de aandacht op het hoofd te vestigen. Nu zakken we mee met de rechts directe naar het lichaam. Nu wat we doen, we trekken hem terug en gaan gelijk rechts hoog. Vaak wordt het niet verwacht als je met dezelfde stoot 2 keer komt. Alleen nu veranderen we de hoogte een beetje. We doen links, rechts, terug, rechts. Nu, als volgende geven we nu een 1, 1, 2. Nou, wat is het verschil tussen 1, 1, 2 en 1, 1, 2? Je hoort het in de manier dat ik het zeg, er zit een pauze tussen. En dat is ook in deze combinatie zo. Daarnet die 1-1-2 was om druk te zetten, omdat we achter elkaar gingen en mee gingen stappen. Maar nu wat we doen, we geven 1, we blijven kijken, 1-2. Je kijkt wat de afstand is, je voelt het aan, je kijkt wat hij gaat doen en dan die 1-2 gooien. Dus stel je merkt dat je met die jab blijft staan, kan je heel mooi naar binnen met die 1-2. Omdat je weet, oh, met die jab blijft staan, ik geef weer een jab en boom, boom, overheen met de rest direct. Dus we hebben 1, terug, 1-2. De laatste combinatie, wat we gaan doen, we geven linker direct hoog, linker direct laag, links rechts. Linker direct hoog, kijken wat hij doet. Misschien gaat hij wel hoog in zijn dekking. Komt vaak voor. Dus boom. Dan gaan we laag en dan maken we die 1-2. Oké. Hopelijk heb je wat nieuws geleerd. Zo niet, hopelijk ben je vooruit gegaan op iets dat je al wist. Zo ja, like en subscribe. Laat ons weten down below in de comments als je vragen hebt. En tot de volgende keer.